Nu wij niet meer praten. Nu ik je niet hoor. Nou, nu wij niet meer praten. Nou ja. nou ja, eigenlijk is het wel zo. We beginnen vaak een gesprek, maar worden dan al snel gestoord door de kids, de telefoon of de bel. En stellen zo vaak keuzes uit. We hebben te weinig tijd voor elkaar. Druk op werk, drie kids, een hond en veel vrienden en familie. Maar in een relatie, Kim, moet je blijven praten. Dat is heel belangrijk. En daarom bespreken we elke week in een klein uurtje de belangrijkste keuzes, familiezaken. Kibbelen we wat af. Maar uiteraard mag er ook gelachen worden. Precies, ja. Dit is Nu Wij Niet Meer Praten, de podcast. Zo, Kim. Ja. Daar zitten we met onze middelste Joep. Die nu lekker een glaasje water slokje. Hé, hey, Joep, wil je even. Wat zeggen wie ben jij, hoe heet jij? Joep. Ja, hè? En Joep, hoeveel jaar ben jij? Weet je dat nog? Uh, drie. Drie? Ja. Drie. En, en wanneer ben jij jarig? 31 maart. En oh, hoeveel wow. jaar Goed. word je dan? Ja. Hoeveel jaar word je dan? Vier. Ja, ja. En dan mag je naar school. school. Ja. En nu mag je nog even mee, want we nemen dit nu overdag tijdens schooltijd op, maar hij heeft nog geen school. En binnenkort nee. wordt dit kleine mannetje. Uh, ja, je moet eigenlijk echt even ik kijken. Want dit is toch. Oh, je wil ook wat kijken, je wil ook wat zeggen. Ja. Maar die wordt dan vier. Nou moet, en dan ga je in school. Dus nu mag je nog één keertje ja. mee, hè? Ja. En Joep, als jij jarig bent, hè? Wat wil je dan voor taart? Chocolataart. En en wat voor wat moet er dan op? Uh. Smurven. Smurven? Smurven, dat heb je voor de eerste keer. Oh, ik heb je een verkeerde vraag gesteld? Krusherie um, en poofje en. En. Um, Sneeuwwitje. Sneeuwwitje en. Dat was een hele grote taart. Um, nou, wat leuk. En heel veel chocola, denk ik. Ja. Dus, en dat moeten we dan. En heel veel chocola. Heel, heel veel Oké, okay, en, en wat Lekker wil je dan tracteren op school? Uh, weet ik niet. Vind dat vind ik wel heel moeilijk, dat heb je ja, allemaal nog nooit het... aan hem gevraagd. Nee, maar dat is, is toch dat leuk. Een <laughs> En nems. <laughs> en Oh, oh lekker. <laughs> dat dacht ik wel. Hé, hey, vanochtend, uh, ja, papa heb jij de hele week niet gezien, hè, bijna. Nee. Want papa was in België. Ja. En papa heeft Kleine Presidentje gezongen, hè? Ja. En toen heb jij ook een filmpje gemaakt, toch, voor Kleine Presidentje? Ja. Kun je een stukje zingen met papa? Ja. Doe maar Kleine Presidentje gaat een wereld verder. Dus blijf jij nou iets harder. Maar klein. Want als al die, al die grote die mensen, mensen net zo zouden zijn. denken. Denk ik dat het zo veel zal zijn. Mooi. Oh, Oké, okay, Joepie. Nou, en mama en papa gaan even praten. Dan moet jij er gewoon lekker bij zitten. We gaan het hebben over, inderdaad, over uh, verjaardagen. Want uh, we zijn laatst heel erg... De verjaardag van Ted niet vergeten. Maar we zijn wel uh, op, op school. zijn school. We hebben het tracteren ver, vergeten. Wel die één. Echt, ik voel me zo nodig. Ja. Nee, ja, weet je, normaal gesproken als je inderdaad vier bent, groep één, dan weet je dat dat een momentje is op school. Maar ik heb er gewoon totaal niet bij stilgestaan. En dat komt, komt natuurlijk ook omdat Ted jarig was in onze vakantie. Uh, dat hij niet op school was. En dat je dan terug bent en dat er dan een soort verjaardag georganiseerd wordt. voor Ook Ted voor de, eenjarige, de eerste verjaardag. Ja, dat was ik gewoon vergeten. Maar, maar sowieso, Ted was inderdaad in de, in de windsport, was jarig. En ik weet nog de eerste verjaardag van Muk, ja. Volgens mij hadden we een heel festival georganiseerd. <laughs> nee, dat was met uh, dat hij geboren was. Is dat zo? Ja. Oh ja, dat was daar uh, in een in ja. uh, soort weilandje naast onze tuin. Ja. En dan hadden we springkussens, een goochelaars een ah, joh, en ballonnenvrouwen. Ja, je kunt ook overdrijven, hè? Maar we hadden, maar we hadden wel een... veel taart en wel en een -like Nee, maar er waren echt heel veel mensen. Dat was echt ja, een nieuw. Nee, maar we hadden geen uh, nee. kraanbezoek gedaan. Ja, <laughs> gedaan. We hadden een kraamborrel gedaan. Ja, een kraamborrel. Dus, ja. dus oh, dat niemand was kwam echt... zeg maar normaal op kraanbezoek, Maar die hadden we allemaal in één keer gedaan. Maar hebben wij nooit bij een van die kinderen echt een immense verjaardag gegeven? Tuurlijk wel. Even, even, even zijn, was hoe rustig muk was. Mag je zo meteen Ja, nee, zal ik jou vertellen? De, 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 de verjaardag, de vierde verjaardag. Um, nee, niet de vierde verjaardag. In elk geval één van de verjaardag van Muk. Misschien was het de tweede verjaardag. Nee, misschien toch wel de eerste. Je hebt gelijk. Zijn we net z'n allen naar slagadig gegaan? Ja, en we hebben ja. trouwens ook nog een keer bij dat. Uh, bij die, dat was trouwens ook heel leuk, bij die dieren. Uh, hoe heet dat nou ook alweer? Uh, ja, hebben we ook uh, gedaan. Uh, uh, ik vergeet even hoe het heet. Nou, in ieder geval zo'n heel waar je echt gewoon met je huisje aan de leeuwen en de... Uh, Beeksbergen. De Beeksbergen. En dat is, eigenlijk was dat wel heel tof. Om nou, eigenlijk wilden we toe. dat elk jaar doen. We hebben een keer Efteling gedaan. We elk jaar proberen we iets anders uh, te doen. Ja. Dat we de verjaardag uh, kunnen vieren. Maar ja, door corona is dat gewoon verstoord Ja, en natuurlijk. het is ook wel schreeuwend. En doen we het doen toe. het alleen maar eigenlijk met onze eigen familie. Dus ja. wij, wij nodigen niet uh, alle... Uh, vrienden en daar de kinderen en alle buurtkinderen. Jij bent ja, altijd af... jarig uh, midden in de zomer, 27 juli. Vier je dus... nooit mijn verjaardag? Je viert het echt nooit. Nee. Ik kom natuurlijk altijd met prachtige cadeaus. Dat, dat, dat verzacht de pijn, denk ik. Uh, ik kan me geen enkel cadeau meer herinneren. Echt niet? Nee. Oh, nee, weet ver. jij nog cadeau dat jij mij hebt gegeven? Nee, weet ik ook niet meer. Maar ik weet voor jou heb ik volgens mij de afgelopen twee jaar al niks gehad. Oh, dus... nee, ja, echt, dit komt ik... elke uitzending weer terug. Ja, dat is waar. Jij vergeet gewoon elke keer wat ik jou heb gegeven. Ja, maar jij gegeven. ook. Nou, ja. nou jij, jij houdt niet van sieraden, dus jij geeft mij nooit sieraden. Nee. Nee. nee uh, niet, maar... Je maakt het voor jezelf gewoon moeilijk. Je ja. kunt het voor mij best wel makkelijk maken. Ja. Eigenlijk. Maar goed, ik, vind al, ik ben al lang blij dat je er wel aan denkt. Maar als jij terugdenkt aan vroeger hebben ondertussen Joep even... Uh, dat is wel een goed cadeau, misschien een iPad. Een iPad heeft die. Ja, hij is even poppetro aan het kijken, want uh. hij wilde de hele tijd wat zeggen, maar hij wilde eigenlijk alleen maar zeggen dat hij op 31 maart vier wordt. Ja, maar is ook heel belangrijk voor een ja. kind is dat dus... Onwijs belangrijk dat je, dat je jarig bent. Dat heb, jij, wij heb jij niet? ooit het gevoel nog terug gehad van vroeger dat je echt s'nachts niet kan slapen en zo'n wakker wordt. En, heb je nog iets van gevoel bij je verjaardag? Wel bij de kinderen als ze jarig zijn. Ja, maar jij bent ook wel echt van het. Je pakt echt wel uit en dat is wel goed. Ja. Ik zou echt een dag van tevoren nog moeten denken: oh, god, ja, cadeau en uh, versieren. En, want versieren is natuurlijk ook heel belangrijk. In de beleving van een ja. kind is dat natuurlijk niet ja. normaal hè, dat je naar beneden gaat en dat er. Nee. Een cadeau is en dat er ballon is. Nee, is ik weet het niet. Waanzin. Misschien hebben we dat ook wel eens eerder gezegd, maar um, uh, uh, wat, wat Muk nog steeds onthoudt, is dat hij een cadeau heeft gekregen van jouw Belgische uh, vrienden. Um, dat er snoepjes op het inpakpapier waren geplaatst. Ja, maar dat vind ik ook altijd zo mooi. Dan doe je dus je best als ouder om super mooi cadeau te doen. Ja. En dan heb je inderdaad, dan pak je een een of andere goedkope voetbal uh, van, de, van de Action uit. Ja. En is dan is dat altijd het mooiste. Of inderdaad, de snoepjes op het cadeaupapier. Ja. Dat is dan helemaal het ding. Ja, maar het is dat ons fantastisch. Gek. We maken onszelf inderdaad helemaal gek. Ja. En daar willen we het vandaag ook wel even over hebben. Want ja, als wij kijken op Instagram of op alle vlogs van iedereen, uh, et cetera. Uh, uh, lijkt het alsof je ook heel erg groots mee moet doen. En, en dan denk ik niet alleen aan de influencers die dat doen, maar juist ook de gewoon. Mensen die... de normale mensen keer. nee. Die, je die... zeggen dat de influencers een. Zijn... <laughs> nee. nee, ik bedoel gewoon te zeggen, nou ja, normale mensen. maar ik bedoel meer nee, mensen ook die niet. in het dorp wonen, ook die in Twente wonen, ook maar niet uit waar. Nee, het lijkt wel alsof iedereen ver, er, die ik volg uh, uitpakt. amerikaniseren volledig ja. met alles, met elk feest, met elke, ook die Halloween gekkigheid, maar ook met verjaardagen, met cake smashes. het, het uh, zijn gewoon hele thema's. Uh, zijn hele thema's, ja, mensen doen er echt heel, nou ja, en aan de andere ik kant, vind wat het ook is heel er, leuk, hoor. maar wat is er mis mee? want ik vind Eigenlijk vind ik ook mensen die hun uh, verjaardag kiching, heel erg kiching. vinden. Nee, dat snap okay. ik. Maar je kan ook uh, zonder altijd wel iets uitbundig vieren. Ja. Op een leuke manier. Nou, uitbundig is dan misschien het verkeerde woord. Maar ik vind vooral mensen die altijd zeggen: Ja, nee, mijn verjaardag. Dan ik, ja, wat maakt het nou uit? Dan ja, dan vier je nooit wat. Je moet toch gewoon dingen vieren. Uh, volgens mij zeg jij dat normaal? altijd. Nee, zeg ik <laughs> absoluut niet. Nee, 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 ben ik het echt niet mee eens. Heb nou, jij dat nooit, nooit iemand uit voor je verjaardag? Maar ik vind dat leuk om dat met jullie te vieren. Maar ik bedoel, meer als mensen zo of heel erg er tegen zijn. zijn hoe ja. kun je nou tegen? Net zoals alle commerciële dingen, verhalen en tijden. Dat vinden ze, zijn ze dan tegen. En ik, wat maakt dat nou uit, man? Doe je dan niet denk mee dat jouw moeder daar één van is? Oh, 100%. Mijn moeder vindt het allemaal vreselijk. Ja, maar die komt wel ja. op welke verjaardag? Ja, maar het is gewoon leuk. Ja, nee, vind ik ook. Maar ik vond het, eigenlijk moeten we dus ons oude traditie, dus ja misschien zijn wij we wel heel Amerikaans, misschien heeft ook wel jouw Amerikaanse familie daarmee te maken. Maar... Van de Van Riesema's. De Van Riesema's. Maar um, ik vond het dus heel leuk om een soort themaatje te doen, want dan heb je alle bezoek niet thuis. Ja. Ik vond het slagharen, want we dan doen we het eigenlijk voor alle neefjes en nichtjes. Helemaal niet voor de papa's en mama's, maar eigenlijk voor ja, de kinderen. Ja, maar even heel eerlijk. Dat is natuurlijk niet te betalen. Want wij hebben daar natuurlijk een leuk deeltje mee gemaakt. En het was hartstikke hey, leuk. Is honderd procent en prima. En dat is prima. Maar ik het vond top. het wel, als ik terugdenk... Hij is er geweldig. ...waren het de leukste belevingen van de kinderen. Jouw neefjes en nichtjes zeggen ja. elke keer de, de verjaardagen bij Kim en Jaap. Die zijn ja, dat heel dat bijzonder, want we die, gaan nooit ergens naar maar toe. Maar dat is natuurlijk ook de, 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 de schitterende reclame van Uno's Die vind ik echt heel goed. Ja. Dat ze dan uh, met, 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 met uh, olifanten en waanzinnig, ja. alles is er. En zo'n heel ja. groot huis ergens. En dan wordt hij opgehaald in zo'n oud Peugeotje door zijn moeder. Ja, 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 maar we hebben niet altijd duur gedaan. Want ik heb ook wel eens een verjaardagfeestje gedaan. Met koekhappen en allemaal dingen in de tuin. En dat vonden de kinderen ook fantastisch. Ja, want wat wij vroegen, de, ik, ik deed echt gewoon bij de boerderij uh, naast ons... Hadden we gewoon speurtochtjes bij de konijnen en de koeien en uh, ja, een beetje ja, levend we, en wat Dat doet een boerderij voor een kinderfeestje. Ik weet niet of je dat nog weet, maar ja, we afgelopen we, jaar bij een kinderfeestje op boerderij gaan. Dat kost ook wel geld. Ja, dat, dat was serieus geld. Dat hadden ze ook handig gedaan. Dan vroegen ze voor elk apart ding zo een paar euro. En dat ja. dan. op een gegeven moment moest ik afrekenen. En toen schrok ik wel redelijk, ja. Nou ja, het is gewoon, het kost allemaal wel gewoon geld. En, um, en nou kun je het inderdaad ook in je tuin doen. Um, en het hoeft allemaal helemaal niet zoveel te kosten. Maar um, ja, de, als de kinderen het eenmaal gewend zijn ook bij andere kindjes uit de klas. Ja, dan willen ze dat ook allemaal graag. Ze willen allemaal graag bij wijze van karten of ja. uh, uh, naar een overdekt speelparadijs of. Uh, ja, iets dat is de makkelijkste natuurlijk om ja. gewoon uh, naar zo'n binnenspeeltuin te gaan. Ja, maar dat kost ook wel serieus geld. Ja, ja het is sowieso heel duur. En de cadeaus heb jij? Uh, want jij bent altijd van één goed groot cadeau. Ik heb liever één gerobbel. groot cadeau. Ja. Jij, vindt, jij bent ook echt allergisch om van die Vitex uh, plastic. Uh, nou, vliegen. Ik, vind dingen ik nog te wel krijgen? leuk, maar. Ja, oké, okay, uh, daar leer je nog wat. Van. Ja, maar, maar plastic, ja, ik vind dat echt niet. Maar het, het lastige is ook, of eigenlijk maak ik het makkelijker, want jouw familie en mijn familie die nodigden dan alleen meestal uit op de verjaardag. Ja, maar dat zijn er al 7800, dus, dus dat is klopt. wel genoeg. Maar die doen we allemaal samen één cadeau. Ja. Dus dan vragen ze dit of dat. Heb ik liever dat dan dat ze allemaal met een klein wisselwasje aankomen. Dus ik maak het eigenlijk makkelijker, want ik haal het toch zelf voor ze. Terwijl kinderen <laughs> dat eigenlijk wel heel leuk vinden. Nee, ik, ik, ik had het net over de ACTO, ook wel de, ja. de, de, de action. Ja. Daar kan je natuurlijk gewoon tien cadeautjes van. Een euro halen die ze helemaal te gek vinden. Ik hey, vinden ze te gek. En dan ze ze, kunnen ze alleen maar uitpakken. Ja, dat is ook zo, maar uh, dat alleen maar uitpakken. Op een gegeven moment, die jonge kinderen die kunnen die spanningsboog niet de hele tijd aan. En als er heel veel mensen bij zijn, hoe meer cadeaus, hoe moeilijker het er is om erop te reageren. Iedereen verwacht toch een momentje uh, of een fotootje of weet ik veel. Wat we iets. Vinden, heel veel kinderen vinden ook het moment van het zingen van langs ons leven. Dat is helemaal niet leuk. Hè? Dat willen ze helemaal niet. Nou ja, ik kan me ja. ook voorstellen. Dat, trouwens, er is, het is natuurlijk wel, ik zeg net wel dat mensen die verjaardagen niet leuk vinden, dat ik het niet begrijp. Er zijn natuurlijk, wij zijn best wel extravert en. Ja. Uh, kunnen heel goed in groepen. Ja. Als je dat nou niet hebt, is dat natuurlijk misschien wel afschuwelijk. Nou ja, ik, ik kan me ik, eigenlijk ook wel voorstellen. Ja, ik, ik vroeg me het ook af met de verjaardag van Ted. Ik dacht, oh, vindt hij dat wel leuk dat wij met mijn familie dan uh, op de vakantie begonnen te zingen? Maar hij was echt, hij vond het fantastisch. Ja, 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 ja. Hij ging echt helemaal los met de verjaardag. Het was wel echt zijn dingetje. Maar ja, een, een, een baby die onthoudt het natuurlijk helemaal niet meer. Uh, uh. En, nou ja, maar wel de foto's. Want als je kijkt, Muk uh, had een Boomba taart in die tijd, en die was helemaal verkleed als Boomba. Die wilde nooit meer wat anders. Die wilde alleen ja. maar mee naar de supermarkt in een Boomba pak naar school in een Boomba pak. Weet je nog? Altijd alleen maar Boomba. Um, dat was natuurlijk wel heel leuk zijn eerste verjaardag en dan de eerste verjaardag dan vieren met alle en neefjes en nichtjes. inderdaad in Slagaren met Boomba cupcakes. Ja. <laughs> ja. Is ja, was wel, wel onvergetelijk. Maar is het, is het veranderd? Want jij hebt, natuurlijk, jij hebt natuurlijk gewoon vroeger de, de ouderwetse Twentse kringverjaardag gehad. Dus hè, de, de typische dingen. Je komt binnen, je hebt één kring. Dan ga je, weet ik niet of je allemaal drie, Zo drie kussen verjaardig. geeft. Of zoenen. Of zeg jij, doe jij ik doe altijd de grote zwaai. Hey, ik zeg, dan ga ik andere mensen feliciteren. Gefeliciteerd allemaal met uh, Ruud Dat ik denk, ja, wat ben ik nou hier? Ik bedoel, ik moet toch alleen Ruud feliciteren die jarig is? Ja. Of moet je dan iedereen feliciteren? Ja, ]en? ik vind het ook altijd lastig dat ze mij ook gaan feliciteren met het verjaardag van je zoon of zo. Dat yeah. ik, ook. ik vind feliciteren sowieso. Ik vind het eigenlijk allemaal een beetje. Voor mij hoeft dat niet. Ik vind het een beetje viezig. Ja, maar dat vinden we ik gewoon vanaf de, van de afgelopen tijd. Hebben we dat gewoon niet? Nee, heel maar erg ik vind handen. het. Ik heb ik heb natuurlijk altijd af in mijn mond. Nee, ik hoef geen tips dat trouwens. Nee, geen tips, geen brieven <laughs> Oh, dat krijgen we nog steeds. Pos zakken weer. Uh, maar het uh, um, is niet fijn om, om kussen dan op je wang te krijgen. Ik heb net herhaald. En, uh, ik, ik, in Twente wordt er ook, werd er vroeger nooit gekust ook. Nee, hè? Volendam ook niet. In Volendam is me dat een keer opgevallen, ja. Dan, ja. Wordt het dan doen ze dat gewoon nee, niet. Nee, maar ik denk dat dat nu wel zoiets is. Dat die Maar wij zitten meer te knuffelen. knuffelen. Zit je in zo'n kring. En dan, dan. en dan is het gewoon... Want dat herken ik ook nog wel van vroeger, hoor. Maar dat. hoezo zeg jij jullie in Twente nou, in een kring? Waarom is denk je dat? Nee, deden jullie dat nooit nee, in zo'n uh, grote Met Van die geurtjes en leverworstjes en uh, smerige uitjes. is smerig, die... super lekker joh. God, ik vind hem nog steeds heel lekker. En van die, van die, van die, van die vieze kaas. Super Kaas hartstikke. Oh, God, nee, dat vind maar. ik ook heel vies. Smerig. Maar, uh, die koude zooi, en eier en allemaal van die soort nee, uh, oh. Haring met uitjes. Oh. roggebrood Nou ja, haring met uitjes vind ik lekker, maar jullie eten. Jullie soort. Jullie, jullie soort. Eten, ja, uh, zeg maar. Uh, hoe heet het ook weer van die um, haring uit uh, dat is echt hoor. Het zo'n robot. Maar dat doen we niet op de verjaardag. Nee. En dat doen we met de pannenkoek. Nou, nog groter. <laughs> rolmops op de pannenkoek. Oh, nou, als toetje. Als toetje. Je eet een pannenkoek met Nutella en dan ben je klaar. Ga dan die rolmops. Een pannenkoek met Nutella. Ja, dat, is dat is jouw favoriet. Leuk. Ja, dat is echt heel leuk. Ja, oké. Okay. Maar goed, um, nee, dat doen wij niet op een verjaardag. Uh, maar bij ons wordt er wel de frituur aangezet, inderdaad. Uh, ja, maar in daar is natuurlijk niks mis mee. Daar hoor je mij niet. Uh, nee, ja, ik, hier, precies. Ik hoor niks geks. Daarom hoor jij uh, bij ons. Wordt de, de frituur aangezet op een verjaardag? Dat deden wij het groen taart. Ja, je begint met taart, ja. Ja. Nee, je blijft toch hangen. Bij ons blijf je altijd hangen. Het is niet zo een uurtje taart eten. Bij jullie is het altijd zo. Nee. Volgens mij is het standaard ding van een Wat? verjaardag in Nederland is altijd van dat mensen dan zo opstaan de eerste en dan, nou, het is al uh, laat. Ja, de kinderen moeten. Ze had van die excuses. Verjaardagen zijn, me, zijn mensen altijd een beetje eerder weg. Heb ik het idee? Nou, uh, bij mijn familie dus niet. Uh, dus dat is vaak dan in het weekend wel dat wat georganiseerd. Dan begin je inderdaad met taart en zingen. En daarna komen er hapjes op tafel en een stokbroodje op tafel. Daarna wordt het frituur aangezet of er wordt nog een soepje even warm gemaakt. Ja, nee, het is wel, uh, het is wel gewoon uh, all in. En dan eindig je vaak hey, je Nog een en, keer met taart. En dan geef mij. je 5 euro en dan krijg je zoveel voor terug. Hè? Ja, moet je is het 5 euro? Uh... Nou, nee, weet ik veel. Maar volgens mij doen zij wel gemiddeld. Als ik zie op kinderfeestjes van Muk nu, um, is het wel als een cadeau. Want dat doen dat gelukkig. Hebben we dat ook uh, bedacht, hè? Ik weet niet of, dat, uh, of ik dat heb bedacht. Ik denk, denk eigenlijk wel. Ook voor de kinderen met kinderfeestje. Uh, om ook uh, gezamenlijk te potten en een groot cadeau te doen. Dan doen we altijd 5 euro. Ja, ja maar dat is ook wel makkelijk nu gewoon met dat Ja, maar als je een met, cadeautje hoor, ik, bij de en... Intertoys of weet ik veel moet halen van 5 euro, krijg je niet zoveel, hè? Bij de, luister, bij de Intertoys zei je me niks. Voor nee, daarom zeg ik, die moet naar die andere goedkope winkel. Dat ja, maar dan krijg je dus een groot cadeau. dat is toch immens. Ja. Als je met uh, weet ik veel tien kindjes bent. Ik, ja, ik kan mij uh, mijn verjaardag. Ik kan me nog één keer wel echt goed herinneren. Was een afstandbestuurbare auto met zes wielen en die kon dan ook helemaal zo uh, 360 graden draaien. Dus die kon op de plek kon die zo 360's maken. En ik, oh, ja, op je begin. Gewoon het, het, Oh man, en dan dat, die, die, die verpakking. En ik wist al dat ik hem zou krijgen. En dan, Met je verjaardag. Oh, Hoe ik heb er zo je? van 18? genoten. Ja, ja, ja nou, echt. ja. Oeh. Als je mij nu een afstand bestuurbaar auto geeft, ben ik echt nog steeds heel blij. Vind ik zo ver... Nou, je, je, je begon er van de week nog over dat je graag een... Uh, dat, dat vond je bijna als een Kim Spotter. Nou, ik heb wel een soort van Kim Spotter. Misschien is het niet echt, maar goed als je hem er nu ingooit. Ja. Vandaag gespot door Kim Spotter. Die had ik echt niet zien aankomen. Kom je eraan. Wat een kwaliteit. Wat een uitvending. Geloof ik het toch niet? Nou zeg, je bent een dief van je het niet. Doet, uh, een vriend van mij die heeft uh, uh, zo'n uh, Segway 9-bot uh, elektrische kaart. Uh, helaas geen deal mee. En um, dat is gewoon vroeger. Ik was echt, ja, kaarten was het allervetste. Maar die dingen waren natuurlijk niet, die kon je niet zomaar kopen, particulier of zo. Nee. Ja, dat, mijn buurjongens trouwens, de boeren, die hadden dus wel van die zelfgemaakte soort quads en kaarts. Wat wel heel vet was. Um, maar nu heb je dus gewoon zo'n elektrische kaart. En het is oké. Okay, is echt wel duur. Ik denk tweedehands dat je. Maar mag je daar gewoon een rijden? Een beetje groeien. Nee, natuurlijk niet. Maar is het volwassen of voor kinderen? Je weet toch wat een Segway is? Ja, dat je ja, ja. zo op zo'n schiphol, weet je wel, die ja, gasten ja, ja, die zo ja, ja. naar voren en achter gaan. Nou, die, die techniek, die zit volgens mij ook in dat ding. Maar heb ik het Althans, elektrische... is van hetzelfde merk. Ja, maar dat is niet die techniek. Oh. Nou, maar niet uit. Okay. Het is van Segway, van dat merk. Ja. En dan heb je dus gewoon een die kan je ook helemaal inklappen, kan je gewoon in je auto doen. En dan heb je een elektrische kaart. die kan je natuurlijk opvoeren met uh... Maar is het voor volwassenen of voor kinderen? Nou, het is op zich voor volwassenen en kinderen. Maar die dingen gaan, gaan keihard. En het maakt dat niet van lawaai. Gevaarlijk. Het is super vet. Ik, wild, ik heb dus, ik heb het er met Muk over gehad, maar dat is erg. Um, oh. ik zei, nee, ja, ik zei tegen hem van ja, als je, je zo, is, dit is ook wel heel gaaf. Maar ja, het is wel heel duur. Wat het is echt heel duur. Hè? Hoe duur is het dan? Nee, het is echt tweedehands 1200 euro of zo. Dus, ja, ja. Nee, weet ik. Ja. Maar dan zou ik hem voor mezelf kopen. En dan uh, met gebruiksrecht voor Muk. Dat en dat is dan een, En dan krijg dat je die kan je, je niet Dus jij gaat hem eerst een beetje te inpeperen. Nee, Dat is heel simpel. Hij, en dan een Ninten... Hij wil duur. een Nintendo Switch. Nou, dat... Weet je hoe duur dat ding is? Weet ik niet. Nou, ik had dat ook wel, heel veel. 200 ja, ik kreeg het, het vroeger niet. Die afstandsstuurbare auto was echt van zes verjaarden op één. En dan, uh, weet je. Nee, echt. Dat, ja. dat kreeg ik niet. Nee, nee. Nou, nee, het nee, nee, was nee. best verwend. Nou, ik kreeg best wel prima die... Ja, jij was de jongste dus... Maar zo'n je... kaarten, dat moet je... Nee, maar ik, ik, ik denk dat je, als je zoiets gaat geven aan je kind uh, op zijn zesde verjaardag... dan ben je wel heel dus is verkeerd bezig. Dat is een Porsche geven als je kind achttien is. Ja, hij zei, uh, hij zei overigens nog wel tegen mij, uh, terug van de zwemles... zei Muk in de auto tegen mij van... Ja, papa, wat is... Uh, als ik achttien ben, zei hij, dan ga ik naar de Jumbo. Dan ga ik daar geld uh, halen en dan koop ik een Ferrari. Ik zo, nou, oké... Okay. <laughs> Het was wel heel duur, wist dat je dat wel? Ik niet die Max Verstappen waagde. Nee, Waar? hij zei echt een Ferrari, want hij had een Porsche gezien daar eh, naast ons op de weg. Ja? Toen begon hij daarover en toen zei, hij, toen zei ik van, ja, maar dat is heel duur. zeg maar Ferrari, dat is het snelst. En toen zei hij, maar papa, wat is duurder, een Nintendo Switch of een Ferrari? Ik zei, nou, een Ferrari, want dat is net zo duur als een huis. En toen zei hij, ja, maar je hebt toch al een huis, kan je, net, kan je ook wel een Ferrari kopen? Zeg zei ik, nee, ja, nee, zeker niet. En daarnaast is het het allerdomst om te kopen op aarde. Moet je gewoon niet doen, want het is gewoon heb je gewoon niks aan en het is heel duur en het is niet leuk. En we kunnen het niet betalen. En toen zei jij en dus kunnen we beter voor een kaart gaan Nou, toen dacht ik, ik ja, voor een kaart is, 1200 euro. is een soort één velg van zo'n Ferrari is is zoiets denk ik. Dus dan uh, nee, maar voor mezelf. Hallo, mag ik ook een keer wat voor mezelf nee, wat kopen? Waar wil je in godsnaam met dat ding gaan rijden dan? Ja, gewoon illegaal uh, over de in Loostrecht een beetje. En heb jij daar plek voor in de schuur? Nee, maar in nieuwhuis wel dacht ik. In Nieuw hebben we ook geen plek. Dat, daar ben ik heel druk mee. Luister, we hebben daar helemaal zo'n soort apart uh, uh, veldje. Waar, daar wil ik de ja. kaartbaan maken. Waar is het voor grond? Kleigrond, veengrond? Nou, dan met, dan met dikke banden. Nou ja, in ieder geval, het lijkt mij vet. Maar wat moet je dan geven aan een kind van zes? Wat moet je. Nee, nee. nee niet, niet wat moet je dan. Nee, niet wat moet je dan. Maar een Nintendo Switch, mag je dat geven? Vind je dat je dat mag geven? Deze. Nee, maar vind je dat je een Nintendo Switch mag geven? Ik weet het veel, wat is een Nintendo Switch? Ja, dat is volgens... ja, gewoon zo'n soort goedkoop. Ja, maar moet daar dan ook weer een ander apparaat bij? Moet er nog zo'n PlayStation 8 ding bij? Ik weet het eigenlijk niet. Nee, ja, dat, weet je, daar gaat het om. Want dan, Misschien is dat apparaatje niet zo duur, maar dan moet dat er weer bij en dan moet dat er weer bij. En de spellen zijn gewoon duur. Ja, heb je kastje weer vol. Weet je, ik ben heel blij dat we. Nou ja, we zijn inmiddels over op de iPad. Ja. Dat hebben we ook heel lang buiten de deur weten te houden. Misschien moeten jullie Nintendo Switch nog even buiten de deur houden. Maar goed, Muk is voorlopig nog niet jarig. Nee. Dus dat kunnen we nog heel even parkeren. We hebben eerst deze gast. Ja, Joepeman. Joep is dus drie, die wordt vier en die wil wat die weet trouwens echt niet wat hij wil. Die wil Jawel, een blauw cadeau. <laughs> hij zegt oh, al hij jaren blauw. een blauw cadeau. Wil ja. die? Maar een envelop, uh, nee, ik, ik denk ik een, een schooltas met een broodrommeltje of zo. Weet je wel zoiets? Gaan we naar school? Maar dan vindt hij prima toch van Polpert. Wil je dat dan wel van Wat denk uh, van je natuurlijk niet? Ik ga toch niet, wat denk je? Wat oh, denk je, je? Waarom he? ik ooit poespas mee gestuurd? Oh ja, omdat je dat allemaal lelijk vindt. Ja, nee, idee, dat kan echt niet. Jaap. Daar ga ik nog wel iets voor bedenken. Maar um, uh, ik vind het wel leuk wat, wat ik. Ook een beetje ben vergeten bij Ted. Uh, vroeger kregen wij altijd met uh, de verjaardag... mochten we met mijn moeder de stad in... op donderdagavond, op het koopavond... om kleding te kopen. Ah, maar dat is prima. Dat had ik ook. Bij verjaardagen met mijn moeder. Maar dat doen wij helemaal niet met de kinderen. Nee. Ja, maar jij koopt uh, altijd kleren voor ze. Die kinderen die die, die hele kasten puilen uit van, uh, van je eigen kleding. Nou, omdat uh, MUK dat niet meer past. Dan gaat het naar Joep. En, en Joep krijgt vervolgens geen nieuwe kleding meer. En zo gaat het door, hè? Ja. Oké. Okay. Maar goed. Um, dus ja, misschien moeten we inderdaad een beetje opbouwen alvast. Is toch een leuk spanningsmomentje? Leuk? We gaan voor de verjaardag alvast kleding kopen. Of alvast dat je naar het speelgoed wat aan mag wijzen. Wat ja, je leuk denk je vind? dat ik het leuk vind om kleding te kopen? Überhaupt voor je Alv kind. Nee, ook niet. Dat mag echt jij doen. Ik ga wel met ze naar iets toe, iets, iets vets. Ik ga wel racen en zo. Ik ga zo weer een weekendje lezen, brengen. gamen of nee, maar even. Ik ga echt dat ja. daar begin ik echt niet aan. Nee, okay. ga ik niet nou mee. maar bedenk jij dan is het wat leuks voor hem voor de verjaardag? Ja, dat ga ik nog bedenken. Dat komt goed. Oké, okay, maar uh, we moeten twee keer tracteren, want hij heeft afscheid van zijn ene school en 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 start van uh, de nieuwe. Ja. Uh, tenminste, ik weet niet of je in groep nul mag. Tracteren, omdat ze dat misschien nog een beetje spannend Geen vinden. Geen ik maar idee. even kijken. Ik maar heb vandaag, Jaap, leuk dat je ernaar vraagt, uh, de overdracht gaat van, uh, van school. Oh ja, van Joep. Dus Joep had je wel die... aan gedacht, of niet? Nee, daar had ik niet aan gedacht. <laughs> maar Joep, die gaat dus inderdaad naar de... Basisschool. Ja. En dan moet je een soort afrondend gesprek hebben hoe het gaat. En dat hebben we met hem nog nooit gehad vanwege de coronasituatie. Oh, ja. Dus het is de allereerste keer dat ik überhaupt daar in de, in de school ben. En dat ze hebben gezegd hoe het ging, eigenlijk. Maar hij vroeg. deed dus uh, heel goed. Nee, want je had het natuurlijk net hiervoor wel even aan me verteld. Ja, één Maar zinnetje. ik had er inderdaad niet echt uh, Naar aan gevraagd. gedacht. Maar hij nee. deed het goed, toch? Ja, ik, het is heel erg. Je bent met hem. Ik was met Was Ik was echt bezig in de voorbereidende fase van groep 1. Moet je alvast dingen oefenen. Dat hij een beetje op dat niveau komt. Dat hij het een beetje kent. Bij Joep zijn we daar helemaal niet mee bezig. Ik wist helemaal niet wat ik kon. Maar hij heeft overal aardjes gescoord. En uh, hij, hij kleurt al binnen de lijntjes. Prachtig. Terwijl dit een kind is die niet buiten de kleur. Bu hij buiten de lijntjes leeft. Op zijn vader te lijken. Ach ja, dat dacht ik ook. Ze zeggen nu ja. allemaal dat hij op mijn vader lijkt. Maar goed, ik heb nog een paar uh, Kim Spotters voor je. Nou, kom dan nog ook even, in dit thema. Kom even door. Um, uh, en ik denk dat ik er een, gewoon een paar ga noemen. Um, uh, te beginnen met wat jij altijd zo leuk vindt, slingers ophangen. Dat vind je echt het einde. Hè? Oh, ik weet wat je gaat doen, maar ik ga hem overnemen. Is, dit is waanzinnig. Life hack tip nummer één. Dat zijn inderdaad die, uh, die ja, hoe noem je dat? Een, van die een hoekjes? Soort clipjes. Ja. Die kan je in de hoek van uh, uh, de kamer. Dat hoeft niet in een hoek trouwens, het is gewoon. Jawel. Ja, maar het kan ook zo in de hoek. Hoe noem je dat? Ja, dat het gewoon. plafond ja, met Een muur. En die klik je daar soort van in. En ja. daar kan je het Spant dan aan die ophangen. En die, kan je, die spat uit elkaar. Een soort ja. kracht geeft die. Ja, dan. Maar die beschadigt je muur dus niet. Nee, geweldig. Dus ding. je hebt geen punaises meer nodig of zo. Nee. No? nee. En daar zit een haakje aan. Dan kun je dus je slingers aanhangen. Nou, ja, dat is echt waanzinnig, vind ik, die, vind ik die spullen. Maar je hebt nu ook van die zelfklevende uh, uh, ja, strip, zeg maar. Waar je dus ook ballonnen aan kunt hangen en zo. En die kun je dan heel makkelijk weer losmaken. Dus die kun je op plafond plakken. En nu heb je ook geen heliumballonnen meer ja, nodig. Want maar vroeger had je gewoon, gewoon het enige wat je had. Überhaupt waren punaises. Dat, is de, 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 dat was alles wat je... Ja, en vervolgens vallen die weer, weer in de voet van een kind. Weet je, of bij de hond. Of uh, Dat hadden wij natuurlijk wel eens. Nee, dat is, het is niet ideaal. Maar, wij waren in Oostenrijk. En dat is de verjaardag van uh, Ted. En wij hebben een zwager die ietsje ouder is. Hè? En die had een waanzinnige tip. Die heeft geen kinderen. En die had een waanzinnige tip zei Kim ken je dat ken je wel met die ballonnen? Ik dacht oh hij komt nog iets met weet ik veel een trucje met de ballon. Uh, nee, zegt hij geef mij maar even een ballon. Gaan we even zo met de ballon over je haar, want ja die staat ja. er? En ik dacht ja. gaat je haar omhoog. Dat ja. was. zei hij, nee en dan plak ik hem zo op het uh, oh, op ballon ja. en hij bleef de hele dag hangen. Dat is ook wel ideaal. Dus dan heb je helemaal geen ja. helium meer nodig. Heel slim. Ik vond het echt een hele goede tip. Ja. Toch? Vind ik ook een hele goede. Nou dat soort tips. Uh, vind ik ideaal. En ik wil nog één dingetje zeggen wat ik ook een ideale tip vind. Dat zijn uh, gerecyclede slingers. Maar dat is eigenlijk uh, heel duurzaam. Het zijn uh, slingers van stof. En dan geproduceerd van, van weggegooide flessen. Weet ook, en het zit ook in een petfles. En het zit in een petfles. Ja, uh, met en een en rits. Het merk gaat stoppen. Dus dat is ah, helaas. Nee, ja, overnemen, helaas. De ja dat, dat, ben, dat wil ik eigenlijk heel graag. Ja. Um, maar die, die, die slingers die, die berg je heel netjes op, komen niet in de knoop. En ze, weet je, ik vind het altijd met die papieren dingen gaan altijd een stuk bij mij. Ja. Of ze raken in de knoop. Je hebt er gezimmer in. Je wat boos in. Je trekt ze van de muur en gooit ze weg. Ik denk serieus dat de HEMA draait op, op, op die rommel. Gewoon omdat uh, je uh, elke keer weer van die, weer die ja. En inmiddels Jumbo, want Jumbo heeft dus nu de stand van de HEMA. Echt waar? Uh, ja. Maar die zitten altijd naast elkaar. Dat is toch super onhandig? Nee, want op zondag of op avonden is de, is de, is de HEMA dicht. En dan ga je. Ik dus denk naar de echt Jumbo. dat de HEMA nog meer van die ballonnen en van die, van die uh, verjaardagsdingen verkoopt dan worsten. Dat is echt niet normaal. Ik weet niet hoeveel worsten. Maar sowieso <laughs> is trouwens de HEMA wel de winkel als je gewoon voor een verjaardag. Is wel top. Ik ja, vind maar het top. ook niet heel goedkoop echt niet ja, je want als een je een voor beetje, zakjes uh, Nou, Nou, het lijkt dan heel, uh, want je koopt dan met uh, voor acht of zo of zes kinderen en dan denk je, ja waar heb je aan zes? Nou, heb je niks samen op school moet je dertig kinderen. Ja. Uh, het is het is niet allemaal heel goedkoop dus uh, ja ik vind Hema fantastisch. Hema enkel. is daar. Wat het lijkt. En het is wat niet het is. zo dat ik dat ik nu zeg je moet niet naar de Hema gaan, maar als je even goed speurt op internet en je bent op tijd. Nou, dan kun je nog wel wat andere dingetjes met een Peppa Pig themaatje of whatever... Uh... Nog even over mijn verjaardag, want dat is even ook wel heel belangrijk. Want die komt er toch ook aan. Uh, dat ja. is over uh, half ja. jaar. Ja. Uh, wat had je in gedachten? Ja. Want je ik weet hebt niet. echt een paar of jaar jij... goed te maken. Ik heb zelf wel ideeën. Wat dan? Nou ja, uh, 9-11. Uh, nee. Ik vind het dus ook, jij vraagt mij ook altijd. En andersom ook. En jij bent nog erger, want jij, hebt, jij krijgt gewoon zonder het te vragen... Spullen opgestuurd. Ja, gewoon al, op alle maken. cadeaus die ik aan jou zou willen geven, worden wordt al opgestuurd. Van shampoos, luchtjes, kleren, sira, alles wordt gewoon opgestuurd. Dus zijn ook allemaal dingen die jij voor mij wil kopen. Nee, maar als oh. ik iets zou willen kopen, ik zou het echt niet weten. Dus ik ben natuurlijk, zoals je weet, van de ervaringen. Weet je wel, dan gaan we leuk ergens Krijg ik heen. Nee. Ik ga je wel een puntje van mee. Nee, niet hoor. Nee, we oh. gaan al uh, over twee weken naar uh, Boembaland met de kinderen. Dat heb ik al gegeven. Oh, dat is voor mij. Nee, maar oh. dat is toch al hartstikke goed. Maar, maar dat is het enige wat ik jou kan geven. Ja, maar ik andersom, wil je nou even een kleine reminder geven. Toch is het leuk om wel echt iets te geven. aan elkaar. Ja. Ik word dit jaar veertig. Ja. My god, veertig! Ja. Ik zeg het gewoon. Ja. Ik vind wel na al die jaren dat ik niet meer verjaardag heb gevierd, ik denk dat Jij ik een soort van schrikkeljaar. Omdat ik altijd in de zomervakantiejarig ben, ja. vind ik dat ik een partijtje. Zoals jullie zeggen. Jullie zeggen, een partijtje. Ja, een vijf. Dat uh, nee, is het wat anders. Is nee, een partijtje. Ja, een partijtje. Is een feestje. Ik, ik ben het wel met je eens. Misschien moet je dat wel doen. Het mag nu ook. En, maar het is zo gek, jongen. Het regelen en doen. En je, en je bent er zelf. Maar dan moet je het dus uit handen geven. Dat kan jij niet. Dan moet je iemand dat laten regelen voor ja, je. Ik, ik en ben, gewoon. Ik ben toch geen klaar. voor een feestje doen. Nee, maar normaal. jij gaat dat al opruimen. En dan ga je toch iedereen de drankjes geven. Okay, dus regelen. jij gaat opruimen. Nee, maar dan moet je dat gewoon, ik dat moet je dan gewoon moet je doen. ergens doen. Kun je er meteen een cadeau doen, dat jij gaat opruimen? Dat wil ik, dat wil ik best uh, doen. Maar dan ga ik wel weer iemand boeken die dat doet, denk <laughs> ik. Ja, die kans is best wel groot en aanwezig. Ja. Oké, okay, dus okay. Ik heb, bij deze heb jij uh, live op uh, podcast, uh, podcast Nederland. Ja. Uh, we hebben nu meegekregen dat jij ja, dat er een feest voor jou georganiseerd moet worden voor je 40 Dat vind ik dat is wel. Niet. Gek dat je dat vraagt. Dat, 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 dat hey, je hoeft niet te organiseren. Ik organiseer hem wel zelf, ben je gek. Oké, okay, uh, we ronden hem bijna af. Ja. Ik wil nog even weten uh, jouw kanikutter. ja, kan ikuttertje nee, nee. ja, om hem lekker mee af te sluiten. Iets negatiefs, iets vervelends, iets heel kuts. Ja. Um, Ter. Nou, ja. wat het is. Je kent mij niet anders als een jojo. -jo. Ja. Dus uh, dik, nou ja, minder dik, dik, minder dik. In plaats van dik. Ik Dick. wil je zeggen, ik ken je toch binnen. Nee, daarom. Alleen maar Dick, gewoon maar... gewoon, gewoon nee. dik, vrij dik, dik, vrij dik. Nee, nee, nee. En ik ken jou niet heel dik. Want dat, 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 nee, ik dat, ken, je ook dat heb ik al weer wel gezien. Ik toen ik echt wel wat dunner was. En toen ja. dat ernaast nooit <laughs> heel veel beter geworden. En nu probeer ik dus weer Word een beetje je wat ziet? van af te krijgen. Want ik <laughs> heb wat doen, leuke, spannende TV-dingen die er aan zitten te komen. Maar uh, uh, ja, uh, het is gewoon een cliché dat als je ouder wordt, dat het dan minder hard gaat. Maar het lukt me gewoon nu echt niet meer. Het, het is, die buik blijft gewoon. Ik heb gewoon echt een oude mannenbuik. Uh, het, is, het, het gaat er niet meer vanaf. Gewoon. Het lukt me gewoon niet meer. Ik vreet helemaal niks. Nee, nou, en, en, en heel veel mensen zeggen: ja, maar je hebt, hebt natuurlijk huid over van hoeveel kilo beter afgevallen? 35. 35 kilo afgevallen. Dat je denkt: van, nou, laat je dan even helpen een keertje. Ik zou echt kunnen begrijpen dat jij dat zou doen. Niet omdat ik vind dat jij dat moet doen, maar wat als helpen. jij bent, om, om dat weg te laten snijden. Nee, dat heb ik toch al heel vaak nee, gevraagd. dat weet ik, maar dat ja. vragen dus heel veel mensen aan mij. Waarom jij ja, 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 dat ja. dan niet? Nee, dat wordt heel lelijk bij mij. Dat nee, dat wordt niet. niet lelijk, het niet, niet bij jou doen. Ik heb niet genoeg, dat is ook wel weer mooi, ik ben niet dik genoeg ja. om dat te doen, zeg maar. Dus je moet wel echt, dat moet echt flink zijn, want ze zeggen allemaal, nee, dat wordt niet mooi. Maar ik vind het wel eng Maar je uh, kunt uh, ook, een goede dat tip, je kunt ook gewoon al die verjaardagstaten gewoon laten staan. Nee, maar dat doe ik altijd al wel. Nou, behalve maar jij... de moncho taart van je moeder als die moncho maakt, dat is echt, dat is wel echt ongelooflijk lekker. Ja, maar die rolmopsen eet echt. je ook allemaal op feestjes. Oh, dus. en weet je wat ik ook niet lekker vind? Uh, die velvet. Uh, uh, Red velvet. King. Red velvet. Hou op man, is zeg helemaal niet lekker. Ouderwetse slagroomsnit is goed. Kun je nee. nooit geen bel aanvallen. Ik vind ook Niks aan de hand. Taarten voor vijandige hadden. Maar, maar ze pijn. Vind ik ook niks. Nee joh. Maar voor hebben we het die... anders gereden. Nee, maar kijk, wat het is met die kinderverjaardagen dan hebben ze natuurlijk die waanzinnige taarten. Dat, ja, dat, moet, heel je heel ma dat moet je maken daarmee, dat snap ik. Ja. Maar je moet daarnaast altijd nog een taart hebben die gewoon altijd goed is. Kijk, waarom wordt er bij een verjaardag nooit een goede appelkruimel? Daar kun je nooit tegen een bel aanvallen. Bij mijn familie wel hoor. Een goede appelkruimel. Hallo, mijn familie, mijn moeder maakt altijd is appeltaart nog... en monchouxtaart. Ik zeg altijd, een goede appelkruimel is nog nooit iemand dood gaat. Echt waar. Dus, nou ja, ja. goed. Uh, jij regelt de taart heb ik begrepen ja. nu uh, voor de verjaardagen en uh, de cadeaus. En ik ga jouw veertussen regelen en we gaan even door naar onze grote vriend Jan, want die heeft natuurlijk, ik, in het begin zei ik, had ik het over de Twentse verjaardag. Nou, heb jij misschien niet zo meegemaakt, maar ik denk dat Jan daar dat wel echt heeft meegemaakt. Die komt natuurlijk echt diep, diep geworteld in Twente en die heeft wel echt de Twentse verjaardag meegemaakt en ik ben benieuwd, ben benieuwd. Uh, ja, hoe, dat is, hoe dat was. Dag, beste luisteraars uit heel het land. Ja, beste Kim en Jaap. Er zijn van die zaken waarvan je zegt. laat dat maar in de coronastand. Verjaardagen bijvoorbeeld, die grote Twente verjaardagen. Hier in het oosten des lands, met onze Bourgondische inslag, wordt dit natuurlijk altijd groots aangepakt. Ook als de kinderen jarig zijn. Dat is eigenlijk gewoon een grote mensenverjaardag, maar dan met kinderen erbij. De volgorde staat al generaties vast. Twee keer koffie met iets erbij, bij voorkeur appelgebak. Dan snel aan de drank. Dames, glaasje wijn, heren een halve liter. Pinda's en chips op tafel. Drie keer koude hapjes, zoals blokje kaas met een uitje erop. Augurk met broodramworst en vlaggetjesprikketje. Gevuld ei, zoute haring op ruggenbrood. Afijn, ga zo maar door. Telkens weer een nieuwe halve liter. Plop, 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 plop. Lekker. gehaktballetjes, bij voorkeur warm. Bitterballen, halve liter. Stokbroodje met slaatje, nog een halve liter, ach, Verruit er maar één voor het afleren. Nou, dan gaan we nu echt weg, hoor. Ach, Verruit, nog eentje delen dan. Waar zijn de kinderen trouwens? Afijn, zoals mijn oma zaliger altijd zei, een Twentse verjaardag, ach, maak er maar niet zoveel werk van, maar ondertussen ga je propvol weer op de hoes op aan. Nou, beste luur, dit was het weer. Tot de volgende keer. Joe! Ja, dank Jan. Schitterend. <laughs> ja, dat is fantastisch. Zie uh, je het elke week ja, weer. echt hè. En hier naast ons zit onze lieve Joep uh, nog steeds ja. diep in Paw Patrol. Ik wil dat nog wel even, even zeggen, voordat, voordat we weer van die mensen krijgen van... Ja, jullie zitten lacherig en uh, dingetjes te doen. Uh, wij wilden graag even een luchtig thema, omdat het leven al zo zwaar op het moment is... En, en, en het nieuws wat je aanzet is alleen maar zo heftig dat we dachten we gaan het een beetje luchtig brengen. Vandaag. Tuurlijk, maar hou op, dat mag ook gewoon. Dat is ons in het leven, gaat ook gewoon hoe naar dat ook is gewoon door. En, en we dragen allemaal zo ons steentje bij. Ja. Uh, en uh, ik denk dat inderdaad heel veel mensen het heel lekker vinden om af en toe ook even uh, een gezellige podcast te horen. Dus, tot de volgende keer. Tot de volgende.